Kasteel Duivenvoorde heeft jouw hulp nodig voor de verwerving van dit bijzondere schilderij van Andreas Schelfhout. Het schilderij Schaatsers bij een Hollandse stad is vervaardigd door de Haagse romantische landschapsschilder Andreas Schelfhout in 1857. Schelfhout schilderde niet zomaar een winterlandschap, maar hij vertelde een heel verhaal. Met een beetje verbeelding horen we het vertier van de schaatsers. We ruiken de koek en zopie en voelen de ijskoude wind door onze kleding. Het schilderij maakte deel uit van de collectie Steengracht van Duivenvoorde, die in 1913 is geveild. De laatste eigenaar van de collectie Steengracht, een belangrijke collectie oude meesters en levende meesters, was Hendrikus Adolphus Steengracht van Duivenvoorde. Na het overlijden van Hendrikus Adolphus Steengracht werd de collectie geveild in Parijs en Amsterdam in 1913. Daarmee raakte het schilderij uit familiebezit. Dankzij de huidige eigenaar hebben we het schilderij tijdelijk al te gast op Duivenvoorde om deze publiekscampagne te ondersteunen. ...60% van de financiering is al binnen. 40% hebben we nog te gaan. Daarvoor is jullie hulp hard nodig.